Ja, ik zit hier bij DJ Paul in de auto, want buiten is het vies weer, ja, dus het regent. Ja, ik ken hem niet tegen, hè? Nee. Dan gaan we smelten. Maar Paul, wat vind je daar nou van, dat die rennersbreedte niet meer doorgaat? Ja, ik moet je eventjes zeggen wat echt de reden ervan eigenlijk is, want dat is me een beetje ontschoten. Gaat het om zogenaamd dat er rellen kunnen ontstaan of angst voor hooligans? Ja, het is afgelast omdat in de Hoek van Holland een jongen is overleden. En omdat daar rellen zijn afgebroken. Uitgebroken, sorry. Ja, maar ik snap de link niet dan met de downspreader, eerlijk gezegd. Nee, wij ook niet. Maar ze hebben een soort conform. En dat betekent dat ze gaan kijken bij elk... Alle gratis evenementen zijn er dan... Ja, zoiets was me wel bijgebleven. Dat die gratis evenementen, qua housemuziek zeg maar... Die zouden dan verboden worden of weet ik wat. Maar... Ja, dit is niet echt een house-evenement. Dit is gewoon een parade van trucks die gewoon rijden. Precies. Dat vind ik al sowieso anders met heel veel allemaal stijle muziek door elkaar. Wel op housegebied, maar ook... volgens mij reden ook wel eens zelfs een R&B-truck mee. En trends en grote DJ's deden mee. Michel de Haaien, Ferry Koster en zo. En nou hadden ze al bijvoorbeeld die hardcore-wagens en zo? Nou, vorig jaar was hardcore al verboden. Dus vorig jaar was het eigenlijk volgens mij de eerste keer dat ik niet meer meedeed aan de parade. Omdat voor mij een beetje de lol er vanaf was, omdat er helemaal geen hardcore gedraaid mocht worden. Ja, dat vond ik al een beetje onzin. En nu gaan ze heel die parade aflasten. En dan vraag ik me af, een paar weken ervoor of daarna heb je dan de zomercarnaval. Want volgens mij is het ook gratis. Ja. Dat gaat gewoon door. Dus, ja, er zijn wel meer dode gevallen daar. Oh, dat gebeurt nog veel meer dan op een dansparade. En dan gaat het me niet om dat feest, want dat vond ik ook hartstikke gezellig, zo'n carnaval. Tuurlijk. Je moet blijven, maar ook de dancebreak moet ook blijven. En zo'n Red Bull geval ding moet ook blijven. Dat maakt Rotterdam juist speciaal, dat we juist in de zomer gewoon al die festivals hebben. Dat maak je als stad uniek, dat is reclame voor je stad. Zo'n dancebreak trekt toch misschien 400.000 man, waar de horeca veel aan heeft. Economisch gezien is dat ook heel goed voor Rotterdam. Dus ik snap niet waarom dat... Nee, dan heb je 020 gezegd. Hoor. Wij nemen het wel. Ja, 020 die wilde in eerste instantie wilde die heel die parade niet. Dus nu ineens wel natuurlijk, dat snap ik. Maar Dan gaan we daar toch met 10.000 man heen? Denk niet. Oké, maar... dat los daarvan. Als hun parade willen doen, dat boeit mij niet zo erg. Het gaat erom de Rotterdamse parade. Die moet gewoon blijven. En ik vind het geen reden dat het afgelast moet worden. Nee, dat vinden wij ook. Ik ben bang voor hooligans, maar ja, ik heb dan de vorige keer opsporing verzocht te zien. En dan zie ik een paar foto's, zag je dan van betrokkenen die dan verdacht werden. Nou, ik zag er heel weinig hooligans tussen zitten. Het waren gewoon van die gelegenheidsrelschoppers of gewoon jongens die het gewoon leuk vinden om rel te schoppen. En dat is niet uit de band in deze maatschappij helaas. Het is eenmaal zo. Als het ergens losgaat, gaat iedereen meedoen. En dat heeft niks met hooligans te maken, maar het is gewoon... Ja, de jonge lui tegenwoordig, die vindt het gewoon leuk om... om even lekker los te gaan. Ja, precies. En ik ben heel blij dat Hoek van Holland geen hardcorefeest was, maar een housefeest. Want als het een hardcorefeest had geweest, dan had het de stop van de muziek geweest. Ja. Dan hadden we geen hardcore meer gehad in Rotterdam niet. En nu was het een housefeest, dus dan wordt de link niet gelegd met de muziek in één keer. Dan is het ineens een andere oorzaak. Maar hier is het toch ook geboren? Nou, ik vind sowieso een danceparade hoort er hardcore bij te zijn. Want hardcore is gewoon wereldwijd bekend als een Rotterdams fenomeen. Rotterdam is daar mee op de kaart gekomen in het buitenland voor veel mensen. Die hadden vroeger nooit van Rotterdam gehoord. En door onze muziek wel. En dan moet je trots op zijn. En dat moet je zeker niet laten skippen op zo'n feest. Dat kan gewoon niet. Dus de conclusie van jou is... De dansparade moet doorgaan. En niet die onzin van afgelasten. Gewoon door laten gaan. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DJ Paul vanuit de auto. Omdat het buiten kut weer was.